Ik sta hier om jullie over iets te informeren. Daarna geef ik de microfoon aan onze burgemeester. Voor de mensen die het nog niet weten, niet iedereen zal Jan Jansen kennen. Gisteravond hadden wij een aftrap met de vrijwilligers. En om 7:45 heeft Jan Jansen, een bestuurslid van ons, een hartaanval gekregen. We hebben hem geprobeerd te reanimeren en uiteindelijk is het niet gelukt. Hij is onderweg naar het ziekenhuis is die overleden. Dus wij staan hier een beetje met gemengde gevoelens, om zo maar te zeggen. Jan, één ding weten we wel zeker. Jan die zou altijd willen dat de tocht doorgaat. Dat hebben we ook met de familie besproken. We hadden voor vandaag eigenlijk muziek voor op het podium. En eigenlijk zat er nu een blasband hier heel vrolijk rondtrommelen. Maar ja, ik neem aan dat je begrijpt dat we daar even geen zin in hadden. Voor de rest, we gaan echt voor Jan en ook voor jullie, we gaan er echt iets moois van maken. Iedereen heeft er echt zin in, om zo te zeggen, maar wel met gemengde gevoelens. Ja, burgervader, even een triester begin. Ja, toch even in gedachten bij Jan, die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Ja. Ik hoor dat u zelf ook mee gaat lopen. Ja, ik ga me zo omkleden en dan ga ik meelopen. Ja. Oh, geweldig. Nou, we gaan u dus vanavond nog vaker tegenkomen. Als het goed gaat wel, want je weet maar nooit. Want de ene keer kun je gewoon een lekker stukje meelopen. En de andere keer hoor je dat mensen blaren hebben. Kan mij ook overkomen, hè. Jullie zijn niet bij de lopers geweest of zo? Hier aangemeld. Maar jullie zijn niet bij de posten geweest? Nee, nou, alleen deze, de centrale post. Oké, dus jullie wachten nu af tot ze weer terugkomen? Ja, en sommigen die halen het eind niet, dus die worden opgehaald en dan worden ze ook weer ingebracht. Goedenavond, lokale omroep van Zeewolde. Zeg, houd nog een beetje vol in de achterhoede. Ja, ja, ik vind dat ze allemaal heel snel gaan. Dus we zijn snel vertrokken, ben ik vandaag, iedereen. Ja, nou de eerste, die was hier al heel lang geleden. Ja, ik weet, ja. Ik moet mijn pas nog vinden, dus ja, ik moet nog in gang komen, dus ja. Mijn pas moet ik nog vinden, dus ik heb mijn wandelpas nog niet momenteel. Dus ja, ik kom nog zoeken naar mijn wandelpas. Ja, ja, dat is ook prima. Ja, ik hoop niet dat ik hem dan verstoor. Nee. Helemaal niet. Dus. Oh, nou, dat is mooi. Nou, er wordt voor u geklapt, dus succes, hè? Lokale omroep Zeewolde, goedenavond. Of eigenlijk moet ik zeggen, nacht. Goedenacht, ja, ja, dank u wel. Goedenacht. En met wie heb ik het genoeg hier? Kok van het Hoog en Bjurgertuin. Oké, okay. En jullie zijn, jullie doen eigenlijk, jullie houden hier vandaan alles in de gaten, heb ik begrepen. Wij zorgen eigenlijk een beetje voor de tracing van alle deelnemers. Dus ze worden gescand en dan kunnen we zien waar ze langs zijn gekomen en waar ze zich bevinden. Ja, maar niet. Dat is het belangrijkste uiteindelijk. Ja, want wij waren namelijk op post 3. En daar kwamen de deelnemers aanlopen. En toen was er hooglopende paniek, want de scanner was er niet. Oké, okay, ja, ja, we hebben onze grote vriend Albert Vlaren. Die rijdt met alle die laptops, leidt hij al de posten langs. Die moet hij neerzetten. En soms lopen de lopers wat harder dan Albert kan bijbenen. Dus dan is hij er nog niet. Good man, we'll fall. I'll stay.
zo is het. Prima. Ik heb net ongeveer 25 kilometer gelopen. Stil. Ja. Appeltje uitje. Nee, dat ook niet. Okay. Maak u plaats op voor de motorrijders, want die gaan hier zo meteen ook allemaal langs. Oké, okay. Er komt zo één motorrijder hier langs van de motorclubs in Londen, die al jaren en jaren en van zet zo'n zet op moeten rijden. Zij zorgen voor de veiligheid, zij zorgen dat er op een veilige manier ook gestolen kan worden. En de laatste minuten van de van zet op zet op de 18e editie alweer. Het was een bijzondere dag, het was een pittige dag, het was een blije dag, het was een verdrietige dag, ja. Alles is voorbij gekomen. En ik denk namens ons, Zeewolde, bedankt alle verenigingen, alle vrijwilligers. Wat hebben we veel vrijwilligers, wat hebben we veel verenigingen. Ik hoor wel eens mensen zeggen van, Zeewolde is niks te doen. Maar ik begrijp het niet, kijk eens om je heen. Iedereen bedankt. Ook namens de ZOZ en sponsoren, mensen bedankt voor al jullie bijdrage, het zij in geld, het zij in natura. Vrijwilligers bedankt, motoren bedankt, ja iedereen, jongens, fantastisch, dankjewel. En wil jij er nog wat aan toevoegen? We gaan er volgend jaar weer tegenaan, Teunis, zou ik zeggen, met deze leuke mensen allemaal.